In een vat zo. Het is een brownie. Ik ben misgelukkig. Maandag, nieuwe week. En ook meteen een nieuwe stap in mijn schoolcarrière. Ik ga voor het eerst stage lopen. En ik ben zenuwachtig. Welkom in my office. Zo, het is... Nou, bijna 11 uur en ik zit hier al een tijdje en Jo is nog steeds niet terug. Ik heb voor school gelezen en verder niks eigenlijk. Ik ben nu Boer Zoekt Vrouw aan het kijken. Don't judge me, I know. Ik ben op weg naar stage, dag 2. Gisteren heb ik eigenlijk alleen maar artikelen gelezen en een beetje aan een MATLAB ding gewerkt. En vandaag wordt waarschijnlijk weer hetzelfde, dus... Niet zo boeiend. Joost is aan een stage en ik ga nu naar school. Het is dinsdag trouwens, 9 uur. Ik zit alweer een half uur in mijn kantoortje. Niks te doen. Een stagebegeleider is nog niet eens. Het is 10 uur precies. En ik ben eindelijk thuis van stage, colleges... En werken. Dus ik ga eten maken, want ik heb honger als een paard. En daarna slapen. En dan weer vroeg wakker worden en weer een stage. En later eten en slapen. En weer vroeg wakker worden en eten. Slapen. En weer vroeg. Het is weer lekker vroeg. Ik ga vandaag eerst even naar de markt voordat ik naar de Unie ga. Dan kan ik wat dingen kopen zodat ik niet verhonger op stage. Daarna ga ik meteen uit stage naar een cursus en dan vanuit cursus naar mijn werk. Dus lekker druk. Ik ben weer in Rotterdam en ik ga vandaag een beetje aan school werken, want vandaag is mijn vrije dag, dus kan ik een beetje lezen voor mijn studie. En voor de rest even naar de sportschool, denk ik. Druifjes van de markt. Computerscherm 1. Een computerscherm 2. Kijk dit. Oeh, fancy. Ik heb een lekker broccoli soepje. Mm-hmm. Très culinaire, non? Oui. J'aime. Oef, mijn Frans is weggezakt. Wat gebeurt er? Zo, het is donderdag en ik zit nog heerlijk thuis. ik moet alleen maar artikelen lezen voor stage, dus ik had zoiets van, nou, dat kan ik toch ook thuis doen? En ze zei, oké, ja, prima. Dus ik ga nu lekker thuis blijven om alles te lezen en ik heb... een royaal ontbijt ontmaakt. Een fruta shake. Kiwi, mango en druifjes. Net babyvoedsel, maar wel lekker. Dit is heerlijk. Ik lig nu gewoon in bed. In mijn kamer. In direct zonlicht. In februari. Best wel. Dit is eigenlijk de eerste keer dat ik vroeg vandaag en ik moest vanmorgen om 7 uur opstaan. Oh, er lag zoveel sneeuw, dus ik dacht dat de trein niet zou rijden, dus ik ben extra vroeg weggegaan. En ze reden gewoon, dus ik was te vroeg. Goedemorgen. Ik ga nu heel even snel ontbijt naar binnen werken. Zodat ik daarna door kan gaan naar stage. Ik heb net mijn tanden gepoetst, dus dat was niet zo slim om daarna nog fruit te gaan drinken, maar oké. Okay. Ik weet niet of vandaag doen, iets leuks met mijn moeder en dan komt Joost om 4 uur naar Rotterdam. Het is koud buiten, ik sta nu bij het raam open en het is echt fris. En er ligt nog steeds sneeuw. Brrr. Hallo. Heb je alles? Nou, ze is sneer, moest sneer, Nikit. Les, nou les. Oh mijn god, meen je dit? Oh, god.
dat is je telefoon. Oh nee, wat valt er? Oh nee, nou nog een keer. Wat gaan we doen vandaag? Hoitje. Sportschool. Ja. Voor de verandering. Goedemorgen. Huh? Zo'n lekker ontbijtje. Met kiwietjes. Ben je al wakker? Ja. Bloe bloe. Hallo. Hallo. Dit is niet zo moeilijk, toch? Hallo. Waarom kunnen jullie dit niet? Dat is ik ook niet. Nu is het toch waar. Jo, 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 je geen hand. Dag. Oh ja, jij kan het heel goed. Ik kan het ook best wel goed, toch? Nou. Jij kan het niet zo goed. Foef. Poek. Foef. Vule poepoele. Jullie moeten poep zeggen met je, zonder je nee, mond te bewegen. Vule poepoele. Vule poepoele. Vule poepoele. Nu jij. Vule poepoele. Thijs is gewoon niet zichtbaar. Je bent het donker. Maar dit is echt een wilde avond voor Thijs. We hebben spelletjes gedaan en het is nu 11:45 op een zaterdagavond. En ze is gewoon nog wakker. Dit is echt nog nooit voorgekomen. Dan zie ik ook heel zombie-ish uit. Maar dat zien jullie niet. Nee, dat zien jullie toch niet. Je ziet me gewoon echt. Ga dan naar huis brengen, ja. Nou, geslaagde spelletjesavond waarvan ik alles heb gewonnen. Helemaal niet. Jij heeft wel alles gewonnen, toch? Huh? Hij heeft wel alles gewonnen. Nee, mensen erg goed. Nee, mensen erg goed. Oh. Jij hebt sowieso niks gewonnen. Ik wou zeggen, een avond dat ik niet heb gewonnen, dan is een avond dat niemand heeft gewonnen. Nee. Nee, hou op. Oh, kijk nou Joost. Wat gebeurt er? Ga er tegenaan. Gadverdamme, echt hoor. Oh, is dat het bed? Ja. Kleine knorrenpot. Zeg maar tot volgende week. Meow.